Hey, ik ben Chesto, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesto, vandaag ga ik weer spelen met de Dingo Light Machine Gun hier op mijn kanaal. Chesto, ik speel vandaag op de map Hunted. En het is de eerste keer dat ik op deze map speel. En ik zie nu pas, fuck my life, dat deze hele map veranderd is qua kleur. Hij is veel lichter geworden, ik wist natuurlijk al, sommige mensen hadden er ook over getweet natuurlijk. Maar ik speel met de Dingo met erop een silencer, stok. En de quick draw attachment natuurlijk. Mocht je deze video leuk vinden, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. De Dingo is een van de chillste light machine guns die je in dit spel kan gebruiken, denk ik. Naar mijn mening. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar... Oh, hij zat daar rechts van, die had ik niet door. Ik denk dat een van de chillste guns is die je dan qua light machine guns kan gebruiken. De Gorgon natuurlijk ook wel heel erg sterk. Maar ja, ik vind het gewoon niet chill om daarmee te spelen. Dat is natuurlijk mijn mening. Het is ook heel chill om op deze light machine gun een silencer te zetten. Kom maar. Ja, jullie komen toch wel. Ik wacht dan op jullie. Zo. Het is gewoon een voordeel dat ze de enemies weten nou niet. Kut, ik spring uit de map. What the fuck deed ik hier? Ik spring uit de map. Hé, hey, dat kan gebeuren, dat kan gebeuren. Ik heb hem niet nog van de site. En, oké. Ik dacht dat ik hem niet had, maar ik had hem nog wel. Zit hij er nog? En nu ben ik hem echt kwijt. Kerel, killt hij me net ook? Nee, gelukkig niet. We spannen hier ook gewoon nog steeds. What the fuck? Maar, teammate, fuck you, man. Het is wel natuurlijk een stuk chiller dat deze map nu een kleur is. Omdat... Ja, waarom? I don't know. Het is gewoon een stuk fijner. Zo, doe je wessel. Oké, ik word dus gekilled door een Shiva. Fuck my life. Ik moet even concentreren, jongens. Kom op, zeg. Ja, vier man! What the fuck, ouwe? Hoe wil je dat ik vier man overleef? Oh mijn god, teammate. Jij bent echt een... Fucking retard. Ga eens een keer naar die enemy spawn toe, jongens. Zet druk. Dat doen hun ook. Ik snap dit wapen niet. Je hebt de stok op en je zoomt. Terwijl je ingezoomd loopt, loop je alsnog fucking langzaam. Ik weet niet of dat echt nou de bedoeling is. Gewoon sprayen. Teammate, jongen. Huppakee. Gewoon door blijven sprayen. Oké, nu moet ik reloaden. Het allemaal hier binnen. Dat is een mooie triple piece. Doei. Lekker, ik heb mijn lightning. Kom op, snel. Gewoon daar niet gooien. Hoppakee. Eén kill maar. What the fuck. Ze zijn allemaal doorgepoest hierin. Zit hij nog steeds hierachter? Voor mij wel. Call of Duty, dit slaat nergens op. Een site zoveel hitmarks op een SMG. Maar ja, hey, het is mijn eerste potje van de dag. Ik moet nog even deze video voor jullie opnemen. Dus daar kan ik niks aan doen. Moet toch gebeuren, anders heb ik geen video's voor jullie. Zoals ik nogmaals zeg, ik ben niet zo'n YouTuber die bijvoorbeeld... als ik negatief ga aan een video, de video stopzet. Om dan opnieuw te beginnen.
Zo ben ik niet, want je moet elk potje uploaden. Ik ga nu 27 om 11. Het is een redelijk potje, weet je. Het is niet mijn beste potje, dat kan veel beter. Maar ja, het wapen werkt ook niet echt lekker mee. Nu wil ik niet de schuld aan het wapen geven, maar... Ik had denk ik beter niet die shiners erop kunnen zetten en stok of zo, want... Het zijn gewoon twee misgebruikte attachments. Maar bijvoorbeeld als ik dan straks met Kuda ga spelen, ik moet nog meer video's opnemen hoor. Dan durf ik te weten dat beter gaan, want dan ben ik punt 1 ingespeeld. Dat is mijn eerste potje zoals ik al net al zei. En mijn aim is weer on point. Oké, die komt daaruit. Het wapen zelf is best wel sterk. Daar is niks mis mee. Ik hoorde hem al. Oh, en dan word ik genijfd. Tuurlijk! Seems legit ook, maar goed. Hebben ze een UAV? Ik heb Ghost. So, calm down your titties. Jongen. Zijn ze serieus naar binnen te campen? Zwem eens door. Zo, we worden nog een nek aan nek potje ook, jongens. Oh my god, de spawns moet even gefixt worden op deze map. Ik hit iemand zo hard! Komt het serieus door die cijfers in Call of Duty? Are you kidding me right now, of niet? Deze man is geturnd. Meer kan ik er niet over zeggen. Genaamd, nee! Fucking hell! Oh, ik zag hem! Oh, waarom? Hoe erg had ik hem nog geraakt? Ik moet nog één kogel. Nee, dit... Fuck my life, we hebben verloren door mij. Het is mijn schuld. 46-16 is ons eindscore. Ik heb bijna de helft van alle kills in de T&M match potje natuurlijk. Mocht je nog genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. Ik ga een beetje proberen met een chill-up klas te ontdekken op de dingo. Dan ga ik er nog een keer een video mee maken. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Ik zie jullie morgen weer bij een gloednieuwe video. Zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!